Zo'n 125 jaar geleden begonnen de trappisten hier in de schaapskooi met hun klooster. Ze deden aan landbouw en aan veeteelt hier, maar de grond die was zo karig, die landbouw bracht eigenlijk niks op. Toen zijn ze begonnen met bierbrouwen. En dat kent u waarschijnlijk wel. De trappisten met hun La Trappe bier. U kent misschien wel het dubbel, het triple, het witte bier. En vandaag is het een bijzondere dag, want het is 125 jaar geleden dat de eerste broeder-brouwer Isidorus heette niet, aan het brouwen ging. En daarom hebben ze vandaag een speciaal bier gebrouwen. Dat is maar één jaar in dit jubileumjaar wordt dat uitgegeven. En het bier heet, heel leuk, Isidor. Dus bier met een gouden randje. Wij gaan dat allemaal meemaken, want direct wordt het vat aangeslagen. En de eerste flesjes die worden al verkocht. En natuurlijk gaan wij ook dat Isidor proeven. Alle van harte welkom op ons open weekend ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Het doet me plezier al zo vroeg zoveel mensen hier te zien. Erg bijzonder voor ons deze dag, niet alleen vanwege het 125-jarig bestaan, maar wij zijn ook bijzonder trots dat wij vandaag u de gelegenheid geven om onze brouwerij te bekijken, ons nieuwe proeflokaal. U kunt zien, er is veel gerestaureerd, er is veel geïnvesteerd, dus u kunt straks allemaal gebruik maken van de rondleidingen. Ik wens u vandaag allemaal heel veel plezier en ik zou nu graag het woord willen geven aan vader Abt. Dames en heren, goedemiddag is het ondertussen. Dus allemaal hartelijk welkom inderdaad hier op deze open dagen van de brouwerij. We gaan vandaag het 125-jarig jubileum openen door een heel bijzonder vat bier aan te slaan. En daarvoor hebben we een hele speciale gast uitgenodigd. Namelijk de ambassadrice van Oeganda in Nederland, mevrouw Blaak, die niet omdat zij iets met het bier te maken heeft, maar de opbrengst van dat bier, en dat is het bijzondere, de opbrengst van het bier, het jubileumbier, gaat helemaal naar ons nieuwe klooster wat wij aan het bouwen zijn in Oeganda, in het bisdom van Masaka. En daar hopen wij dus heel wat opbrengst mee te kunnen genereren, zodat we onze broeders een nieuw huis kunnen geven. U ziet broeder Jood, een van de broeders uit Oeganda, die is hier. U zou denken, ja, het zijn allemaal kleine mensjes, dus die hebben een klein huis nodig. Maar ze zijn met heel velen. En dus er moet een groot huis komen. En dus daarvoor onder andere dit bier. We zijn blij dat u er bent. Het is een eer voor ons dat u er bent. En we hopen dat u dus dadelijk mee zult helpen om dat vat aan te slaan. Oeganda heette vroeger, heet nog zo, maar de parel van Afrika. Het is een enorm vruchtbaar land. Het is niet zoals u dat misschien zich voorstelt in Afrika. Heet, droog of juist heel vochtig. Een soort woestijn. Iedereen is altijd zeer verbaasd als je naar Oeganda komt hoe enorm groen het land eruit ziet. Er valt heel veel regen. We hebben wat kleine en grote regenperioden die zich natuurlijk ook aan het verschuiven zijn door klimaatsveranderingen momenteel. Maar ik denk dat het een land is wat nog heel veel te bieden heeft. En ook in landbouwopzicht waar misschien u ook iets aan gaat doen in dat opzicht om het land te kunnen gebruiken en te kunnen optimaliseren voor de verbetering van de levensstandaard van de mensen. Ik denk dat dat van groot belang is. Maar ik ben inderdaad in Nederland geboren, maar ik ben al 27 jaar in Afrika. Eerst in Kenia en sinds 1986 in Oeganda. En ja, ik ben daar door dit vreselijk vriendelijke land met enorme gastvrije mensen fantastisch ontvangen. Ze hebben mij min of meer geadopteerd. Ik ben daar getrouwd, heb kinderen gekregen en ik ben Oegandese geworden, dus ik ben geen Nederlandse meer. Dus dat is altijd wel handig, want in bepaalde kringen hier in het parlement enzovoort, die dubbele nationaliteit, dat geeft nog wel eens wat problemen. Wie van u is al eens in Oeganda geweest? Ja,
inderdaad, het klooster is een paar jaar ouder dan de bierbrouwerij. De bierbrouwerij die bestaat op dit moment 125 jaar. En het jubileumbier dat vandaag gebrouwen is, dat is dan ook voor dat 125-jarig jubileum. Die Tilburg-trofee, wordt die eenmalig maar uitgereikt per jaar? Nee, die kan anders uitgereikt worden. Die kan anders dan één keer per jaar uitgereikt worden. Maar dat wordt op hele bijzondere gelegenheden wordt dat gedaan. En dit is toch ook wel iets heel bijzonders. Er wordt niet mee gestrooid met deze trofee. Okay. Ja. Nog een keer. Ja. Is het daar dan ook? Zoals gezegd, hij heet Izzy Dorg. En hoe smaakt hij? Hij is heerlijk. Heel lekker van smaak. Lekker afdronk. Wat kunt u daar nou voor iets bij zeggen? Waar smaakt hij? Ja, smaakt naar bier natuurlijk. Maar ze zeggen wel eens, waar heeft hij voor een smaakje erbij? Nou, er zitten verschillende kruiden in, dat je kunt merken. Ja. Dus verschillende soorten hop en dergelijke. Daar is toch het bier van de op smaak. Dus dan gaat straks een fles mee naar huis? Ik denk het wel. Dus. Okay. Hij smaakt heerlijk. Dus. En u ook, mevrouw? Ja hoor, ik vind hem heerlijk. Ja. Bent u wel een bierdrinker? Ja, ik drink ook wel trappistje. Ja. Hier op het terrein van de trappisten, daar wordt het belangrijkste ingrediënt voor bier zelf verbouwd. En dat is de hop. Hierachter staan ze al. En die hop die heet La Perle. Een heel belangrijk ingrediënt. En als die hop aan het bloeien is, dan ziet hij er ook prachtig uit. Dan komen er van die hele mooie hopbellen aan. Dat, zoals ik al zei, dat is een van de belangrijkste dingen, want anders kun je geen bier maken. Dan smaakt het nergens naar.